De klumpies en het slaapfeestje. Ella's grote koffer staat klaar. Butler Dingdong helpt haar inpakken. Vanavond is er een slaapfeestje bij Sunny en Binky Blink. Koningin Klumpetta maakt zich druk. Ik wil niet dat mijn dochter bij het gewone volk gaat slapen. Maar mama, zegt Ella, Sunny Blink woont in een mooi schattig pappelhuisje. En ze bakt heerlijke pappeltaart. De koningin is niet overtuigd. Als je echt een slaapfeestje wilt, nodig jij Sunny dan uit? Dan heeft ze de hele koninklijke gastenkamer voor zich alleen. Niemand zal haar daar storen. Sunny bij hen in het paleis, daar heeft Ella toch niets aan. Een slaapfeestje is pas leuk als je ergens anders slaapt. Als je samen op één kamer ligt en elkaar griezelige verhalen vertelt. Ella zucht. Wind je toch niet op, lieverd, zegt koning Klump. Het is goed voor Ella dat ze met gewone klumpjes omgaat, toch? Ella geeft hem een koninklijke smakkert. Dank je, papa. Het is beslist, ze gaat. Sunny en Binky zijn in de keuken. Sunny rolt deeg uit voor een taart. Pappeltaart met een toefje pappelslagroom. Dat is wat Ella het allerliefste lust. Binky proeft van de room. Afblijven, zegt Sunny. Het is voor onze gast. Er komt hoog bezoek vanavond. O ja? Wie dan? Vraagt Binky. Ella, we houden een slaapfeestje. En waar gaat Ella slapen? Vraagt Binky. Hun huis is niet groot. In mijn kamer, zegt Sunny, op een veldbed. Binky kijkt haar vol ongeloof aan. Ella is wel een prinses, Sunny. Ze heeft vast nog nooit op een veldbed geslapen. Sunny haalt haar schouders op. Wat maakt dat nu uit, een veldbed of niet? Dat is toch niet waar het bij een slaapfeestje om gaat? Het is al donker als Dingdong en Ella aankomen in het huisje van de Binks. Dingdong heeft zijn handen vol aan Ella's zware koffer. Prinsessen hebben veel spullen en die moeten overal mee naartoe. Sunny laat het veldbed zien waar Ella op mag slapen. Dat? Zegt Ella. Ze zet grote ogen op. Daar kan ik niet op slapen. Sunny doet alsof ze Ella niet heeft gehoord. Kijk, je krijgt al mijn zachtste knuffels. Die houden je de hele nacht gezelschap. Dingdong schraapt zijn keel voor de volgende boodschap. Prinses Ella slaapt gewoonlijk onder zijden lakens met een gouden boordje. Sunny gelooft haar oren niet. Zijden lakens met een gouden boordje? Dat hebben wij helemaal niet. Het is toch om te slapen? Dan voel je toch niet of je onder zijde ligt? Dingdong buigt even en maakt dan rechtsomkeer. Het spijt me, prinses, maar ik moet dringend terug naar het paleis, zegt hij. Ik moet de vorstelijke teennagels gaan knippen. 20 stuks. Neem een stukje pappeltaart, Ella, zegt Sunny. Binky en Sunny zijn in de weer in de zitkamer. Het schemerlampje brandt boven Ella's hoofd, maar Ella vindt er niets gezelligs aan. Ik heb geen trek, zegt ze. En daarna mokt ze verder op de bank. Binky schiet in de lach. Ha, dat is nieuw. Jij hebt altijd trek. Ella blaft dat haar eten altijd aan een gedekte tafel wordt geserveerd met zilveren bestek. Eten in de zitkamer, dat doen wij nooit in het paleis. Oh la la, de prinses is verwend, zeggen Binky en Sunny in koor. Ella loopt weg met haar neus in de lucht. Even later staat ze terug in de zitkamer met haar zware koffer in haar hand. Hé, Ella, het was maar om te lachen, zegt Binky. Het is al zo donker buiten, zegt Sunny. Er is nog taart. Ik ken een leuk slaapliedje. Wat ze ook zeggen, Ella luistert niet.
Ik wil hier niet blijven, roept ze stampvoetend. Huilt ze ook? Ja, daar is een traan. Ze mist vast haar mama. Ella gaat de deur uit en trekt de koffer mee naar buiten, het donker in. Sunny en Binky kijken haar na. En we hadden nog wel zo'n lekkere taart voor haar gemaakt, zegt Binky. En ik had nog wel al mijn liefste knuffels voor haar klaargelegd, zegt Sunny. Weet je wat Ella is? Een ondankbaar wicht. Ja, een verwend nest, dat is ze. Ze trekken de deur achter zich dicht en gaan terug naar de warme zitkamer. Maar trek in taart hebben ze niet meer. Ella sjouwt met haar koffer. Eerst trekt ze hem achter zich aan en daarna probeert ze hem voor te duwen. Zo komt ze geen meter vooruit. Die koffer is zo zwaar. Was Dingdong hier maar om mijn koffer te dragen, jammert ze. Maar niemand hoort haar. Of toch? Ze schrikt op van een akelig geluid. Oeh, klinkt het in het duister. Wie is dat? Roept Ella. Maar niemand antwoordt. Ga weg, roept Ella. Haar stem klinkt hoog en schril. Het hele bos trilt ervan. Ze neemt de loodzware koffer op haar rug en loopt snel verder. Al die geluiden. Er is vast iemand die achter haar aanzit. Ze is tenslotte de prinses. In haar paniek ziet Ella de kei niet die op het pad ligt. Een vervelende kei die haar doet struikelen. Haar koffer springt open en alles vliegt eruit. Haar spiegel met diamantjes erop, haar gouden diadeem, haar beste borstel, haar zilveren speldjes. Alles wat een prinses brood nodig heeft om er als een prinses uit te zien, ligt nu verspreid over het groezelige pad. Nu huilt Ella echt. Ze is bang. Het is donker en ze weet niet meer waar ze is of wie ze is. Prinsessen liggen niet lang uit op een pad in het midden van een bos. Prinsessen horen niet alleen te zijn. Ella! Ella! Wat is dat? Hoort ze dat goed? Ella gaat rechtop zitten. Ella! Hoort ze weer. Het klinkt niet als iets van het bos. Het klinkt goed. Het lijkt wat op haar naam. Mooie koninklijke klanken. Ik ben hier, roept ze. Kent ze die stemmen? Zijn het haar vrienden? Ja hoor, Sunny en Binky komen uit het dichte bladerdek tevoorschijn. Ze hebben allebei een lantaarn bij zich. Wat doet dat beetje licht deugd? Eindelijk, zegt Binky. Hij hijgt nog na van het lopen. Oh, Ella, je had wel kunnen verdwalen, zegt Sunny. Je liet ons erg schrikken. Maar ik schrok ook, zegt Ella. Ik hoorde een eng geluid en ik viel. En toen sprong mijn koffer open en nu ligt alles op het pad, al mijn spulletjes. Het komt wel goed, Ella, zegt Binky. Kom, we gaan samen naar huis. Het drietal vertrekt. Ella en Sunny dragen elk een lantaarn en Binky draagt de koffer. Het is niet eens zo ver terug naar het pappelhuisje. Ella is dankbaar voor elke stap die ze zet. Ze is niet meer alleen. Ze kan weer een prinses zijn. Een lieve prinses. In het huisje van de Binks is het gezelliger dan ooit. Het is er warm en licht en het ruikt er naar noten en zoete appels. Ella borstelt het haar van Sunny. Het spijt me dat ik zo gemeen deed tegen je, Sunny, zegt ze. Geeft niets, Ella, zegt Sunny tegen haar vriendin. Je had gewoon heimwee. Maar nu niet meer, lacht Ella. Ik ben dolblij dat ik hier ben. Ze gaat in haar koffer rommelen en komt terug met haar gouden diadeem. Wil jij hem opzetten? Vraagt ze aan Sunny.
Als jij mijn favoriete nachthemd met pappelstiepel draagt, zegt Sunny. Dat heb ik altijd al gewild, zegt Ella. Ella en Sunny liggen samen op het veldbed. Ze eten pappeltaart. Het ene stuk na het andere verdwijnt van de schotel. Het is pappeltaart met noten, Ella, speciaal voor jou gemaakt, zegt Binky. Heerlijk, zegt Ella. En weet je wat? Eten in bed is nog leuker dan eten op de bank. Dat mag ik nooit in het paleis. Zal ik jullie een verhaaltje vertellen? Vraagt Binky. Oh ja, roepen de meisjes uit. Binky bladert in zijn sprookjesboek. Een griezelverhaal? Vraagt hij. Een griezelverhaal hoort bij een slaapfeestje. De meisjes gaan er goed voor liggen. Er was eens een prinses, begint Binky, en een draak. Sunny en Ella kruipen dicht tegen elkaar aan. De draak zat verscholen in het bos waar de prinses wilde bloemen ging plukken. Dat deed ze elke dag. Ze versierde er haar rag fijne haar mee. Elke dag een verse bloemenkrans. Dat had ze nodig. Ze ging elke dag een stukje dieper het bos in. Hoe dieper in het bos, hoe mooier de bloemen werden. Maar de draak wilde de prinses niet in zijn bos. Binky kijkt even op uit het boek. Het is stil op het veldbed. Slapen de meisjes al? Vertel verder, zegt Ella met een klein stemmetje. De bloemen die de prinses plukte, die had de draak ook nodig. Niet om zichzelf te versieren, maar voor zijn reuma. De draak werd oud en zijn botten kraakten. De geneeskrachtige plant waarvan de prinses de bloemen plukte, was bijna nergens meer te vinden. Het gegil van de prinses ging door merg en been. Toen ridder Klumpalot dat hoorde, stoof hij meteen het bos in op zijn snelste ros. Hij redde de prinses uit de klauwen van de draak. En hij vertelde haar dat zij zo mooi was dat ze helemaal geen bloemenkrans nodig had. En sindsdien staat het bos weer vol weelderige bloemen. De meisjes zijn in slaap gevallen, samen op het veldbed. Morgen zal Ella misschien wel klagen over een stramme rug, of boos zijn omdat Ding Dong haar kleren niet kon brengen. Maar nu ziet ze er heel tevreden uit. Ze straalt als een echte sprookjesprinses. Slaap zacht, fluistert Binky, en hij trekt de deur stilletjes achter zich dicht. Heb je genoten van dit verhaaltje? Zou je er graag meer beluisteren? Abonneer je dan gratis op dit kanaal. Iedere week komen er nieuwe verhaaltjes op. Geef alvast een duimpje aan ieder verhaaltje dat je leuk vond.